Jezelf presenteren op internet. Het is voor ieder bedrijf van levensbelang. Maar hoe pak je dat aan zonder dat je daarvoor hulp moet inroepen? Het Bredase bedrijf Clipster bedacht een app waarmee bedrijven op YouTube eenvoudig een eigen pagina met video kunnen aanmaken. En zelfs Google is er enthousiast over. Clipster is een software die wij ontwikkeld hebben waarmee bedrijven, met name de grotere organisaties, grotere merken, de mogelijkheid hebben om hun YouTube-kanaal te transformeren naar een volwaardig merkkanaal. Middels een drag-and-drop functionaliteit kun je daar componenten op slepen en op die manier, op een hele simpele manier, die pagina opbouwen. Om uiteindelijk elke pagina weer uniek te maken. Het zijn eigenlijk bouwstenen waarmee je zo'n pagina op dat moment op een hele simpele manier op kunt bouwen, zonder dat je daar dus bij hoeft te programmeren. Dit is een traditioneel YouTube-kanaal, in dit geval van KLM. Wat doet nou Clipster? Kijk, Clipster transformeert eigenlijk dat kanaal waarin KLM de onderdelen naar voren laat komen die zij graag willen. De grote videoplayer erin met beeld, op een mooie manier video's weergegeven waar je doorheen kunt klikken. Nou, zo'n pagina kan veel dieper gaan, allerlei diverse topics belichten. Op Facebook was het eigenlijk ook in het verleden slecht mogelijk om je video content die je daar had op een mooie manier te categoriseren, om daar branding rondomheen te geven. Daar hebben wij een applicatie voor ontwikkeld. Een maand of drie later, mei was het, uit mijn hoofd, kregen wij een telefoontje vanuit Mountain View, waar het hoofdkantoor van Google zit, met de vraag of wij voor YouTube, wat natuurlijk een onderdeel van Google is, een soort gelijk iets, maar dan natuurlijk net wat beter, product wilden ontwikkelen. Dan denk je wel even na van, is dit wel echt of zit iemand een dolletje met ons te maken? Wij waren de eerste partij buiten Amerika en de negen in de wereld die door Google geselecteerd zijn. Vanuit alle hoeken in de wereld komen, zelfs op een reactieve manier aanvragen naar ons toe van hele gerenommeerde partijen. En dat is zeker als je wat langer in dit vakgebied bezig bent als het gaat om internet en communicatie, is dat waanzinnig om elke dag te mogen doen. I think I will traffic the gadget probably in the second week in January, if it's possible with Google.